Hey jongens, voordat jullie deze video beginnen te kijken, join de Discord. discord.gg/COXMT staat ook in de beschrijving. Enjoy. Weet ik niet. Ik weet het niet, ouwe. Bro, deze collab is al OG, man. Dat is wel lang terug dat we hebben gedaan. Ja, man. Lang, lang geleden. Kaatsap, je kennen ze mij nog wel. Ah, fuck it, ik ga beginnen. Ja, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zitten we hier samen met Luc AK Speurgoed. En we zijn hier op COXMT. Ja, ja. Ik zit nu sinds kort bij COX. En ik weet niet. What the fuck doe jij? Het ziet er heel apart bij mij uit. Ik zie jou hoor. Oh, dat komt door die shaders zeker. Ja, dat komt door de shaders, man. Kut. Yo, man. Lang geleden. Ja, man. Dat is echt lang geleden. Waar zijn we? Ik weet niet. Drugsgebied of zo had jij gezegd? Ja, man. Nou, dit is ons drugsysteem op COX. En ja, ik heb die ingrediënten nu niet, maar je kan wel een beetje kijken in die machines, toch? En als je eventjes naar die skill tree gaat, als je shift F doet, en dan heb je die dark skill tree, dan kan je die machines unlocken uiteindelijk, na wiet gefarmd hebben, zeg maar. En soorten drugs, zie je ook. En allemaal soorten ingrediënten. Die ga je gewoon bij NPC's kunnen kopen. En uiteindelijk, als je zeg maar een fabriek of een loods of een garagebox hebt, ga je deze machines erin kunnen zetten. En uiteindelijk, dan ga je shit kunnen drukken. Drugs en zo. En ja, dat dus. Hier, ik heb hier ook Ziploc bags voor jou. En dan moet je eventjes. Dan moet je even hier ook wiet gaan plukken. Hier, kijk. Nou, dit is de wiet. Als je rechtermuisknop doet op zo'n plant, waarschijnlijk zie jij niet met shaders, dan moet je op alles klikken binnen een bepaalde tijd, zeg maar. En als jij misklikt, dan snij je jezelf. Ja, als je in Game Mode S zit, dan krijg je ook damage, zeg maar. Ah ja, ja, ik zie het. En dat is ook weer terug te vinden in de stats. Als je Shift F doet en dan heb je stats en dan zie je hoeveel wiet je hebt geprobeerd te plukken. Hoeveel toppen je hebt geknipt bij stats, helemaal rechts. Stats. Ah ja, ik zie het. Wiet planten. Ah ja, oké. Okay. Ja, man. En wat is een Ziploc bag? Oh, ik zie het al. Kan je rechtermuisknop en dan moet je zo. En er zit 5 wiet per Ziploc bag, zeg maar. En dan moet je zo dicht mogelijk bij 1 gram in de buurt zitten. En dan krijg je meer XP, zeg maar. En als je op 1 gram zit, heb je zeg maar 10 XP. Oh ja. Nee, maar dan verpak je het en uiteindelijk kan je het bij de NPC verkopen die random in de map spant op verschillende plekken. Dat is wel ziek. Ja. Ah, ja. Maar in ieder geval jongens, vergeet sowieso niet de Discord te joinen. Discord is sinds een tijdje nu geopend en er zijn heel veel sneak peeks. Er komen ook waarschijnlijk heel veel giveaways. Dus ja, onze developer kan echt fucking veel. Dus ja, de server gaat in het algemeen echt heel ziek worden. In ieder geval jongens, dit is een kleine announcement video. Het is niet te veel wat ik ga zeggen. Jullie moeten gewoon even de Discord joinen en de sneak peeks in de gaten houden. Want er gaat echt heel veel komen. En dit gaat een server worden die jullie nog nooit in je leven hebben gezien. Als je alleen al de sneak peeks kijkt, dan ja. Het is gewoon basically wat wij vroeger, of vroeger, wat wij wouden met Astro toen die tijd, ongeveer 2 maandjes terug. Dat wouden wij letterlijk gewoon wat nu gebeurt. En nu is de development mogelijk, doordat Luc een paar hele goede developers heeft. SO naar Bart, SO ja, naar Bart. Ja, SO naar Bart sowieso. Dus COX gaat het nieuwe worden. Een grote server in de Mytopia community, of de Mytopia community. De Nederlandse Minecraft community. Je kan het bijna geen Mytopia meer noemen, want alles is custom. Dus ja. In ieder geval jongens. Wou je nog iets zeggen? Nee, dat was het wel. Alright. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Join de Discord en ik hoop dat ik jullie daar zie. Later mensen, later. Yo.